Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we de X-slog van Apache bekijken, analyseren in Excel. In dit geval heb ik een voorbeeldveldje gedownload. En die gaan we gewoon openen in Excel. En hier hebben we dan de X-file. Met deze data kunnen we op dit moment nog niet zoveel beginnen. De eerste stap om het leesbaarder te maken is de data te spreiden over verschillende kolommen, zodat we kunnen filteren. Dat kunnen we doen door de eerste kolom, kolom A, te selecteren. We gaan naar gegevens, tekst naar kolommen. We gaan hem scheiden. En we gaan hem scheiden op spaties om mee te beginnen. Zoals we zien, worden er al best wel veel dingetjes nietjes gescheiden. Repainers en alles is zo goed als gescheiden. Op één dingetje na, dat is de datum en tijd. Het zou fijn zijn dat we kunnen sorteren op een bepaalde datum in of een bepaald uur om nog meer te kunnen analyseren. Dat kunnen we doen. Doe even 2 lege kolommen toe te voegen. Dan gaan we ook cel D nog een keer aanpassen met tekst naar kolommen. Scheiden. In dit geval kiezen we voor de dubbele punt. En ja, hebben we 3 cellen nodig. Selecteer kolom D. Ga gegevens tekst naar kolom scheiden en kies voor het dubbele punt. Kijk, en nu weet je wel. We gaan nog even een regeltje erboven doen, zodat we wat tekst in kunnen vullen als IP, datum. En als je wilt, kun je deze ook nog scheiden. Natuurlijk. Ja. Minuten en seconden. Tijdzone is wat minder belangrijk in ieder geval. Dit is de request of het verzoekje wat gedaan is. Het antwoord code, response code. De grote. Zo. Dus nog om 1 selecteren. We gaan de start sorteren, filteren. Dan gaan we een filter opmaken. Dan kunnen we beginnen met informatie te splitten. Op deze manier kun je natuurlijk ook allemaal formuliertjes en dergelijks gaan gebruiken om informatie inzichtelijker te maken. Bijvoorbeeld aantal als voor kolom J. We weten hoeveel er. Goed gegaan zijn qua requests. Zo, hoeveel 200 mailtjes weggegaan zijn. Er zijn er in totaal 78.
Dum. Je kan natuurlijk onder in het scherm ook worden. Kun je bekijken. Oh, dat zei ik niet. Aantal. Of, dat zei ik niet. Ja, dat wou ik niet. Volgende. Dus in dit voorbeeld zijn er 22 andere codes. Zoals paarden die gevonden. Een 404'tje. In dit geval komen ze bijna allemaal vanaf dezelfde browser. Of dezelfde tool. En hier zijn alle requests die ooit gedaan zijn. Van dit voorbeeld. Op deze manier kun je eenvoudig vanuit kleinere ActionLogs files analyseren. Te kijken welke partners veel worden aangevraagd, hoe vaak je foutcodes krijgt en dat soort data. Bedankt voor het kijken. Like, share en subscribe. Tot de volgende keer.